I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cezo. Ik ben René. En Jessie Silver. En Jessie Silver. Nou, weer een lockdown. Met z'n allen. Ja. En we proberen onszelf weer te vermaken. Ja, Jessie die is hartstikke verkouden, dus die mag niet naar de kinderdagverblijf. En had gisteren koorts, dus als het zo blijft, dan mag ik zelfs niet eens meer naar mijn werk. Dus laten we, niet. Nee, dus laten we hopen dat... waar ben je, schat? Ja. Dus laten we hopen dat het zo ver niet hoeft te komen. Nee. Maar nu zijn we dus wel druk bezig met het zoeken naar vermaak. En natuurlijk hebben we Netflix en we hebben Disney Channel. En maar ja, dat is ook niet onuitputtelijk. Dus ga ik maar weer brood maken. In de vorige video heb ik volkoren broodjes gemaakt. En het is hartstikke goed gelukt. En nu waren we gisteren naar de supermarkt en wederom al het brood was uitverkocht. Dus toen dacht ik, ga gewoon weer zelf brood maken. Dus ik ging naar de broodafdeling en ik heb wat pakjes gevonden. Bananenbrood. En dat heb ik nog nooit gemaakt. Dus die ga ik nu maken. Misschien kunnen we straks wat spelletjes uit de kast trekken of zo. Goed plan. Nou, ik heb gewoon lekker aangelegd. Ja, even kijken wat hebben we. Wat hebben we laatst laten natuurlijk... we even naar mijn beeldscherm kijken. Ja, we hebben laatst natuurlijk het een en ander weggegooid. Volgens mij hebben we nog een oude Triviant, Rummy Cup. Monopoly. En anders moeten we even nieuw kopen, zoals we vorige keer al zeiden. Ja. Maar het is altijd zo moeilijk, want ja, iets lijkt dan leuk, maar geen idee of het leuk is, weet je wel. En meestal zijn de spelletjes ook niet heel goedkoop. Nee, dat viel me inderdaad ook tegen. Maar goed, ik... Koken! Ik ga even de keuken in. Ik ben dus met de gimbal aan het filmen, dus het blijft toch een beetje even wennen, want ik kan nu dan een knopje indrukken en dan gaat hij mee inderdaad. Dat staat nu wel heel handig, dus een rondje lopen. Als je dat knopje loslaat, dan volg je mij niet meer. En dan zie je dat. Het terug draaien. Hé, hey, daar ben ik weer. Knopje indrukken, dan gaat hij weer mee. Hartstikke mooi. Ik voel me ook niet helemaal chill, moet ik zeggen. En we zijn zo skeer dat... ik wou zeggen zo skeer, omdat we dus gewoon... Dat is echt lastig, jongens. Nou ja, wat ik dus wilde laten zien, is dat we 3 spotjes in het plafond hebben die kapot zijn. En dat komt omdat ik laatst 2 spotjes heb vervangen. Jessie, nee. Voordat Jessie met zijn hoofd in het drinkspak duikt. 2 lampjes vervangen door LED spotjes. Maar er zit geen LED dimmer op de spotjes. Dus 1 spotje ging kapot, 2 spotjes ging kapot. Derde spot ging kapot, dus we hebben er nu nog maar 2 over. Maar we moeten dus eigenlijk een keer die dimmer vervangen voor een LED-dimmer. Even kijken, ik heb dus deze gevonden van Koopmans. Kijk. En het enige wat we daar eigenlijk voor nodig hebben zijn ei, bananen en boter. En dat gaan we in een kommetje doen en dan gaan we dat mixen. En dan gaan we het eventjes in de oven doen en dan hopelijk hebben we dan heerlijk bananenbrood. Oh ja, en pekannoten moeten we meer in. Dus ik ga jullie even neerzetten. De boter in de mixer. Die laten we even lekker kloppen. Dat heeft niet heel veel zin. Pekannootjes hebben we in de mixer gegooid. Ongeveer 80% van in het beslag. Dan zetten we hem nog heel even aan, maar dat gaat niet met 1 hand. Dus ik ga hem weer even neerzetten. Nog heel eventjes draaien. En dan heb ik hier de bakvorm. Die gaan we besmeren met boter aan de binnenkant. Een beetje, ja, natuurlijk aan de binnenkant, met boter aan de buitenkant. Een beetje boter smeren. En wat bloem, zodat hij er makkelijk uitkomt straks. Gooi het beslag erin en dan in de oven. Bloem komt hier straks lekker fijn, makkelijk uit.
heb ook genoeg tijd om op te ruimen, dus leg je knieën in de keuken, dat mag. En dan de beslag erin. Het ruikt wel lekker, ik vind banaan sowieso wel lekker ruikt, hè? Mm-hmm. Op. Even wachten tot de overtemperatuur is en dan knallen we hem erin. 140 graden, uurtje tot uur en 10 minuten in de oven. Tussendoor eventjes kijken met de ct-prikker. Als je erin prikt en het ct-prikkertje is schoon, dan is die gaar. Tandstoker is helemaal schoon, dus ons bananenbrood is gaar. Mmm, hij ruikt ook echt fantastisch. Nu heb ik zelf de voorkeur om hem een beetje door te bakken, dus ik zet hem nog heel eventjes terug. En dan daarna kunnen wij... Nee? Ja, sinds kort heeft René een nieuwe hobby en dat is Once Upon a Time. En sindsdien sta ik op de tweede plaats. Dus... Ik ben helemaal niet jaloers of zo, hoor. Maar het brood is bijna klaar, schat. Lekker, het gaat wel. Het gaat lekker, hè? De Mama Supreme. Breekt af. Auw, hij is heet. Ja, maar deze is wel goed. Het is beter. Gaat hij dan? Je kijkt niet helemaal tevreden. Nee, op zich wel. Hij komt alleen wat later binnen. Nou, je mag wat mij betreft een banaan of twee erbij. Maar misschien dat we ook gewoon bananen op kunnen doen. Dat is een goed idee. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Hier, proef maar. Nou, lekker. Lekker toch? Rick, als hij dan wat harder afkoelt, inderdaad, wat harder wordt van structuur. Kun je er ook wat lekkers op doen? Ja. Ik vind het heerlijk. Ja, tot gedaan. Van in de vlog. Oh, je bent al klaar. Oké. Ja, maak gewoon een einde. Van in de vlog. Ik was even wachten tot Jessie wat komen. Oké, nu. Vond je dit een top vlog? Even duimpje omhoog. Belletje aanzetten voor alle video's. Om te abonneren. Dit gaat echt nergens over. Laat niet uit. Als je maar abonneert. Als je maar abonneert. Even likeje. Zie je heel graag bij de volgende vlog. Kom eens aan below. Voor nu allemaal onwijs veel sterkte. Smakelijk eten als je nog wat brood hebt eten te bemachtigen of als je hem zelf hebt gemaakt. En we zeggen tot de volgende keer. Doei. Ciao. Je moet je kusje doen.